Laten we de mensen ook vragen, het slavernijverleden, moet daar een excuses voor komen, ja of nee? Jullie zijn te jong om te stemmen, ja. Dus dat is helaas nog te vroeg. Maar we kunnen het wel hebben over het slavernijverleden, ongetwijfeld krijg je dat ook op school, in de lessen. Een excuses voor wat er allemaal gebeurd is, denk je dat het op zijn plaats is? Jawel, jawel. Het zou toch wel op zijn plaats zijn, denk ik, ja. Yeah, I mean, why not? Ja, yeah, absoluut. Het is vervelend, want het blijft natuurlijk nog steeds een beetje het racisme ook daar rondom. Maar ik denk ook, het is wel al gebeurd, dus een excuses is misschien een beetje te laat. Ik persoonlijk vind het echt vreselijk wat mijn voorouders andere mensen hebben aangedaan, maar ik kan dat nu niet meer veranderen. Het is gebeurd en daardoor vind ik niet dat het op zijn plek is om de mensen van tegenwoordig daarvoor aan te spreken, maar je moet kijken naar het verleden, want toen is het ook gebeurd. Als het gewoon van heel Nederland komt, dan wel, maar anders gewoon niet. Ik vind van wel. Sowieso. Ik zou het wel gepast vinden als er een excuses zou komen. Het is gewoon de dingen wat vroeger is gebeurd, dat kan je gewoon niet meer terugdraaien. Dat kan je nu niet meer, ja, je kan er nu geen sorry meer tegen zeggen, want het is gebeurd. Ik weet niet zoveel van het slavernijverleden, maar excuses wel op zijn plaats. Ja, maar we gaan het niet krijgen. Eigenlijk wel, want wat ze hebben gedaan in het verleden kan eigenlijk niet. Maar we kunnen niet doen alsof het verleden niet is gebeurd. Het is wel al gebeurd, dus een excuses is misschien een beetje te laat. Ik zou het wel gepast vinden. Lastig, lastig. Ik denk dat je de tijd niet terug kan draaien. En natuurlijk is het erg wat er is gebeurd. Ik bedoel, dat vindt iedereen wel. Maar om daar nu nog op terug te gaan... Kijk alleen naar de toekomst, toch? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Het is een kwestie van honderden jaren geleden... Ik bedoel, slavernij nooit gemoeten, toch? Meer kleur in de kamer, is dat gewenst? Zeer zeker. Gewoon iedereen is gelijk. Ze moeten het beginnen in te zien. Iedereen moet gewoon met hetzelfde respect behandeld worden, vind ik.